Meneer, ik ben geen voorstander van Afghanen hoor. Duidelijk, maar ja, de president zegt we moeten ook kijken naar die internationale standaarden. En als een land vraagt, dan moeten we kijken. Maar waarom bent u tegen? Dan allemaal dan de Taliban. Mijn vrede toch? Voor wat betreft Afghanen, ja, de minister van BWC heeft wat informatie al verschaft, maar alle discussies die ik tot nog toe heb kunnen volgen, daar kreeg ik het gevoel namelijk dat er in de samenleving het gevoel aanwezig was dat er grote groepen Afghanen richting Suriname zouden komen of onderweg. U zegt het ook dat ze onderweg zijn. Ik draag daarvan als president geen kennis. Wat er wel gebeurd is, is namelijk dat vanuit de Verenigde Staten van Amerika de regering met verschillende landen communiceert om een groep van personen die veilig ondergebracht zijn in derde landen, dat voor hun een veilig thuishaven gevonden wordt op basis van internationale solidariteit, op basis ook van het ondersteunen van de internationale samenwerking, maar ook op basis van humanitaire gronden. Dus voor wat betreft Suriname is er een verzoek gekomen voor enkele personen. Ik denk, en hier moet ook gelden namelijk dat conform internationale standaard is, dat de internationale immigratieautoriteit IOM ook betrokken wordt om die zaken te screenen, zaken te beoordelen. De Surinaamse veiligheidsdiensten ook betrokken gaan worden om zaken te beoordelen. Er moet toestemming zijn van de personen zelf. Dus ik denk dat wat ik tot nog toe gehoord heb, dat het gaat om ongeveer 4-5 mensen tot nog toe. Die ingestemd zouden hebben. En daar is er een heel screeningstraject gaande, daar gaat een heel beoordelingstraject gaande. Het wordt onder supervisie van internationale migratieautoriteit gedaan. Dit is wat wij weten, maar overkomen van zoveel Afghanen en dergelijke, dat is bij deze regering niet bekend en ook geen issue geweest van onderhandeling. Het ging om enkele gevallen. Even voor de duidelijkheid, dus er komt geen grote groep, er komen misschien 5. Maar we hebben geen vluchtelingenkampen, dus ik vraag me af, gaan ze in huis wonen, waar gaan ze zitten? Afghanen, ja nogmaals, het gaat om enkele personen onder coördinatie van de Internationale Migration Authority, IOM. En ze gaan in ieder geval met, als het zover is, met lokale familie en lokale organisatie dat programma uitvoeren. Het is niet dat mensen in vluchtelingenkampen gaan komen. Ze zullen opgevangen worden door organisaties die daarvoor zijn. Zijn religieuze organisaties en sociaal-maatschappelijke organisaties. Met wie er ook communicatie is. We hebben een stukje plicht naar de internationale gemeenschap. En het gaat niet om veel mensen. Het gaat misschien, we hebben ook 500, het kan minder worden. Dan ja, VP, we hebben ook internationale solidariteit. We zijn ook deel van de internationale gemeenschap. We hebben ook mensen gehad die moesten vluchten. En die zijn ook opgevangen geworden in het buitenland in het recente verleden. Moet ook daar mijn kreeg mee houden. Jeloek, was hij toch bij die vragen over die Afghanen? Ik ben geen voorstander van Afghanen hoor. Duidelijk, maar ja, de president zegt we moeten ook kijken naar die internationale standaarden en als een land vraagt, dan moet toch kijken. Maar waarom bent u tegen? Dan allemaal dan de Taliban. Mijn vrede toch?